Stel ik doe dit, hè? Je krijgt de harde inslag in mijn rust. En die wil ik eruit halen, dus ik zou nu dit hebben gespeeld, dan die en dan die. Ja, dit kan ook, maar ik kan zelf ook. Ja, dit is beter. Dit was mijn eerste fout volgens mij. Ja, ook in mijn hoofd dat het niet goed sinds is, maar het was gewoon van slaan. Ik die door en mijn koning komt erin. Dat gaat daar zak op te rekenen. Want ik had gehoopt dat ik door de snel kon uitschakelen, dat het van een gewone koning had. Ja, misschien zie je de koning wel, maar je krijgt het niet voor elkaar. Nee. Ik had even gedacht dat die koning E7 door E1 schakelt, koning E7 en toren E5 of zoiets. Ik probeer het te houden, maar hij kan gewoon een terugdeel. Nou, ik denk dat ik gewoon moet gaan slaan en proberen hier een beetje gaan rotzooien. Ja. Ja. Ik kan gewoon een schaak geven. Kunnen we daarna nog... Waar is de slaak? Oh ja, je staat. Oké, hier ben ik aan Ja, dit vind ik nog niet. Dit vind ik ook nog niet zo... Nee, die mocht ik niet spelen. Die speelde. Ze had een foutje. Want ik wou namelijk hier, dan had je dame maar 5, paard maar al. Die maal schaak en hier inslaan. Ja. Alleen het probleem is dat je dan op schaak gaat spelen. Schaak en dan heb ik hier een penning. En dan kom ik in een nieuwe schaak van die andere. Dan kom ik er niet meer uit. En dan kan ik gewoon het stuk achter. Nee, iets getomen dat ik niet kan. Maar misschien was, kunnen ze op het kijken. Maar dit is... Maar hier kon je beter... Toren H was veel beter geweest. In de partij deed je toren 1, maar toren H was... Nu niet, we hebben het over wat anders. Even kijken.